Nou dames, die kunnen jullie gewoon even vandaag in je zak steken. Lieve clubbers, ik hoop dat deze video jullie op zondag de 14e bereikt. Want dan is het Valentijnsdag. En deze boodschap is eigenlijk ook vooral gericht aan de dames die deze morgen in de brievenbus... de post bezorgt vandaag niet. Hopelijk hebben jullie morgen al stapel post gekregen van Valentijns. Maar anders heb ik hier iets heel leuks. Er is een clubber die heeft bedacht dat hij zich graag wil uiten naar dames toe op deze Valentijnsdag. En ik heb dat hier nu voor mij. En hij, kennelijk wil hij jullie hiermee een leuke dag bezorgen. Ik mag het voorlezen. Ja, dat is mij het voordeel als je de oudste bent in het team. Nou, daar komt hij. Vandaag heb ik speciaal gedacht aan de clubbers van het zwakke geslacht. Nou, dat staat gelukkig zonder aanhalingstekens. Of tussen aanhalingstekens. Dus nog een keer. Vandaag heb ik speciaal gedacht aan de clubbers van het zwakke geslacht. Zo worden jullie vaak omschreven, maar dat is natuurlijk zwaar overdreven. Gevoeliger dan mannen en soms wat emotioneel. Maar ja, dat vind ik juist leuker dan zakelijk en formeel. Om eerlijk te zijn, ik zit soms wel eens wat te swipen. Dat zullen jullie vast van een man wel begrijpen. En dan vraag ik mij af hoe iemand zal zijn. Een gezellige kletser met af en toe gein. Of meer een serieus type, omdat ze zo kijkt. Hoewel het heel vaak anders is dan het lijkt. Het is sowieso leuk om te realiseren dat jullie je voor anderen interesseren. Ten slotte zit je daarom op club. Veel gezelliger dan alleen in je up. Ik vind het gezellig dat ik jullie ontmoet. De een ken ik aardig, de ander minder goed. Maar jullie zijn stuk voor stuk waardevol voor mij. Van lieve dames word je tenslotte toch blij. En vandaag wil ik met iedereen Valentijn vieren. Zonder de gedachte om iets te versieren. Gewoon om de liefde voor jou te benoemen. Helaas digitaal en zonder de bloemen. Maar weet dat je geliefd bent. En enorm de moeite waard. En daarom een knuffel die jij hopelijk aanvaardt. Dat de dag maar gezellig en vrolijk mag zijn, is de wens van jouw anonieme Valentijn. Nou dames, die kunnen jullie gewoon even vandaag in je zak steken en ervan genieten. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. Zondag 14 februari. Ik hoop dat het ook weer zonnig is. En dan... Ik wil zeggen, de groetjes maar weer. Doei!